Je moet nu al lachen, dat is zo vervelend. Je bent zo'n vervelend mannetje. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Zoals jullie weten, meerdere keren met Emily opgenomen. Maar ja, hey, mensen vragen ook van, heb je wat gedaan? Nee, natuurlijk niet, want ik heb een vriendin. Mocht het nou vandaag zo zijn dat ik met die vriendin gezellig een video ga opnemen om te praten over Emily. Dit is zo... slecht idee. Moet ik nog iets voorbereiden? Oh ja, abonneer. Bam, kom erbij, gezellig. Wat heb je... Laat even je slippers zien. Boah, dat is mijn merk. Wat verwacht je vandaag te treffen dan? Een break-up. Ik denk dat we best wel het gesprek met elkaar aan kunnen gaan wat betreft Emily. Laten we even, om er even lekker in te komen, samen even een limoncello'tje nemen. Vind je het beter niet? Ik vind shotten gewoon echt waardeloos. Trouwens, ik ga dus bij 300.000 abonnees wil ik of een tatoeage zetten of mijn haar verven. Naar wit. Wit? Ja. Een tatoeage op, waar? Of op mijn bil. Ga ik mijn bil tatoeëren? Ja, hij is... Emily Black. Nee. Zoals jullie weten, Emily Black beoordeelt Nederlandse YouTubers. Dat is de eerste video die ik met haar heb gehad. Ja. Mij lijkt het leuk om in de video een beetje te bespreken van hoe Emily en ik nou een beetje met elkaar omgaan. Lijkt je dat een leuk idee? Nee, dat is goed. Hebben we er zin in? Ja, nee, maar laten we het doen. Op dit moment hadden wij toen al een relatie. Dit was 11 december 2020. En al, 2 jaar. Oké, nog niet. Wanneer dan? Weet ik niet. Maar dat was de eerste video. Het ging in jou om toen je de eerste video zag van ons twee. We gaan iets minder dan een jaar met elkaar. En dan ga ik opeens met haar zo'n video opnemen. Wat doet dat met jou? Ik krijg alleen maar comments. Die gaan we ook zo even erbij pakken. Kijk, bijvoorbeeld hier zo. Kijk, neem een relatie met haar. Heerlijk stel jullie. Wat doet dat dan met jou? Kijk, goede komt ook nog naar voren. Vond je het wel lachende content die we maakten? Want daar deden we het uiteindelijk voor. Nou, inderdaad. Je had wel contact met haar. En ik had het video nog niet gezien. En toen zag je het, toen dacht je, ah. En toen dacht ik, waar gaat dit heen, Frank? Na het zien van de eerste video, dacht ik, nou, kon ik eigenlijk wel heel goed hebben. Tot ik al de reacties begon te lezen, dacht ik van, jouw kijkers hebben een hele andere mening over dan ik. Dus misschien moet ik ook maar een beetje meer meegaan in van, waarom pik ik dit? Maar je pikt het wel. Ik pik het wel, maar dat komt omdat ik tot nu toe ook eigenlijk wel op elke video gelachen heb. Oké, nou kijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Een paar momenten in de video geweest dat ik naar een vriendin van mij toe ging en ik zei, is dat niet normaal eigenlijk? Nee, maar dat is vragen of ze de shirt uit wil trekken. Vragen of ze de shirt uit wil trekken? Ja, we kunnen hem erbij pakken als je wil. Oh, van die video? Ja. En toen had zij verloren met een vraag of met een rat en toen zei jij voor de grap, take your shirt off. En... Nee, dat is op haar kanaal. Ja, dat was de... Oh, maar dat maakt het minder erg. En weet je wat het toen uiteindelijk was? Zij heeft een filmpje op haar kanaal gemaakt, Trip FIFA. Het spel was, als zij verliest, moet ze wat uittrekken. Dus zij ging de hele tijd ging ze dingen uit. Kijk, ik snap dat als vriendin zijn. Ja, dat wil ik net zeggen. Ik kijk naar een video waar mijn vriend tegen een andere bloedmooie meid zegt, take your shirt off. En ik spreek je er nog op aan en je zegt, ja, wat doe je nou moeilijk? Heb je hem naakt gezien? Nee. Ik ook niet. Zeker. Ja. De reacties waren echt heel erg leuk. YouTubers die reageerden, Hanwee en zo. Sorry, Emily, ben al bezet. Ja, Roy en Vistik, ook leuk. Bram, ook op gereageerd. Nou, dit was leuk. Klopt als legende, lang leven, meer van dit soort. Ja, maar dit was het begin, zeg maar. Ja, ja. Hoopte jij bij het begin, zeg maar, van, oké, nou, dit is het? Niet zozeer dat ik het hoopte, maar ik had niet verwacht dat het meer zou worden, eigenlijk. Maar... In een relatie bedoel je, of seks? We gaan door. We beginnen op haar Insta. Ze heeft best wel veel volgers. Mm-hmm. We hadden dus samen die post met elkaar gedaan. 60,7k likes. Dat is wel veel, hè? Zeker veel. Vind jij echt knap? Ja. Ik heb dat niet, hoor. Niet doen. Ik vind het echt niet heel bijzonder of zo. Hartstikke mooie meid. Ja? Als je het zo bekijkt, misschien vind ik haar dan ook wel mooi. Ken je haar ook? Nee. Ik ken haar ook niet. No. We gingen uiteindelijk met Milo naar Londen. Nou, we hebben daar een beetje grapjes over gemaakt. Ook prima. We hebben meerdere video's hebben samen opgenomen. Dat is een beetje de looplijn geweest tussen Emily en ik. Ja. Ze heeft zelfs kort haar gehad. Ze heeft andere kleur haar gehad. Ze heeft rood haar gehad. Maar daar was iedereen ook al op aan het wachten, toch? Dat jullie elkaar eindelijk zouden ontmoeten. Ja, dat was inderdaad wel de climax. En dan niet de seksistische climax, maar de climax. Wat is er eigenlijk gebeurd in Londen? We kwamen eraan. Wij hebben uiteindelijk dan samen hebben we een video opgenomen. Mm-hmm. Toen zijn we wezen drinken. Toen zijn we uiteindelijk bij het hotel hebben we afgezat. Ik en Milo gingen elkaar een beetje afrukken in het hotel. En toen volgende ochtend gingen we lekker lunchen, gingen we nog even een beetje een wijntje doen met elkaar en toen ging zij pleiten. Dat was het. Ja. Jij en Milo gingen elkaar afrukken. Milo en ik. Heftig. Nou, Milo is even een taaier, daar moet je even doorheen, maar op een gegeven moment als het eenmaal gebeurd is, is het wel leuk. Maar toen kwam uiteindelijk dus de video. Wat vond jij uiteindelijk van die video? Ja, daar heb ik eigenlijk niks negatiefs over te zeggen. Ik heb echt heel erg gelachen met die video. Ik heb hem zelfs 2 keer gekeken. Oh, je vond hem echt leuk? Ja, ik vond hem echt leuk. Dat maar dat kwam niet door jou, dat kwam door Emily Black zelf. Mission failed. De video zelf, prima. Als we dan een beetje kijken naar haar TikTok. A few moments later. Pam heeft nul ervaring in de entertainmentindustrie. Dus we moeten even wisselen van plek, anders gaat het niet goed. Ben je grote smeren? We gaan reageren op een paar TikToks. Die Sims
Squad is blijkbaar verwijderd. Zij is ook uit de Sims Squad. Want? Ja, dat ging niet goed blijkbaar. Hoeveel volgers heeft ze op TikTok? Je mag er 300.000 voor afzetten. Anders moet ik een shortje nemen. Anders moet je een shortje nemen. 600.000. Nou. Hoeveel abonnees heeft ze op YouTube? Je mag 150.000 van afzetten. 650.000. I actually do cuss a little. Do you? Also, what's yeah. your favorite curse word? Probably fuck. Je denkt op echt grappig. We hebben een situatie gecreëerd dat mijn vriendin gewoon Emily gewoon fantastisch vindt. Want zij houdt van dieren, ik hou van dieren. Ze heeft hartstikke leuke humor. Ik heb hele leuke humor. I'm here to serve you customer service. Wat vind jij van als je daarnaar kijkt? Voor mij hoeft dat eigenlijk allemaal totaal niet. Ik vind dat het qua hele uitstraling en zo, ik snap. Je hebt het ook niet nodig, maar dit is haar businessmodel. Ja, daar ben ik toch ongemakkelijk voor. Is haar echt nee. Hey, wat vond je van die scène uiteindelijk dat we met elkaar zaten en dat ze zei van, that one looks like me. Do I look like that? Toen was dit het ook zat ernaast. Lijkt het op. Dat was een grap, zeg maar. Dat was best wel grappig. Nou, iedereen lag in een deuk. Als ik haar knapper zou vinden, dan zou ik haar zo knapper vinden dan zo. Heb jij dat niet? Ja, ik snap wat je bedoelt. Frank Slotta, kan jij dit confirmen? Fucking with me in hoodie and I heard you say. And I heard you say. Oh, when you know, that makes my legs really tired and can't carry on the rhythm. Bijzonder om te zien dat al jouw kijkers in principe echt wel weten dat ik je vriendin heb. Maar dat iedereen jou aanmoedigt om haar gewoon keihard te nemen. Dat is gewoon een... Keihard te nemen, dat doen we niet. En dan lees ik dat en dan denk ik... Wat moet ik hier weer mee? Godverdomme! Wij hebben deze TikTok. Instead of using this filter, I could also just film myself with no makeup. Dat heb ik getypt. En toen mocht ik hem online gooien. You are deformed. I am deformed. And you are ugly. And I am ugly. Ja, dat vind je wel mooi, mooi. Here, girl. Are you crazy? Down boy. Nee, een beetje cringe. Maar kan je begrijpen, zeg maar, dat jij vindt dat cringe? Maar kan je je voorstellen dat sommige mensen dat echt helemaal het einde vinden? Ja. Jawel? Ja, zeker. Down boy. Ja, maar dat zijn gewoon van die zinnetje viezerikken die dat gewoon helemaal oh zo, dat zijn, jullie zijn helemaal geen viezerikken. Teach me video games and I'll stay under the desk. Oké, okay, dit was de laatste, ja? Dit was de laatste. Wie van de drie vind jij het mooist? Emily wel. Wij hebben nu even gereageerd op Emily in totaliteit. We hebben even alles gezegd over haar. We hebben haar Insta doorbekeken, we hebben haar TikTok doorgekeken. Haar YouTube kanaal hebben we even wat video's bekeken. Bijvoorbeeld zo'n try on bikini haul. One fall is one remove one clothing. Ik kan helemaal niet gamen. En dan moeten ze even kijken wat ze dan uiteindelijk uittrekken. Vind je dit goede content? Ik vind dit kwalitatief minder. Maar ik snap wel waarom het 1 punt... Ja, ik wil ook je FIFA kanaal beginnen, maar dat maakt niet uit. Je gaat mijn FIFA kanaal nu belachelijk maken. Ja. Abonneer op Frank. Abonneer. Frank, abonneer! Zou jij jouw geld kunnen verdienen met OnlyFans? Dus dat betekent dat iedereen in jouw omgeving, je vader, je moeder, je hele familie, die hebben allemaal je kut gezien. En je verdient daar 20.000 euro netto per maand mee. Zou je het dan doen? Op zich wel. Mensen, dat is het moraal van het verhaal. OnlyFans is helemaal niet zo slecht. Kijk maar naar King Alert. 6,50 per maand voor OnlyFans. Dit soort dingen, weet je wel. Iemand die klaarkomt. Dit is dus gewoon zijn. What the fuck? Wendy79NL. Die doen samen als stel. Dat is best wel heftig. Dus zij komt uit 1979. Nou, 21 plus 22, die is 43 jaar. En die hebben gewoon kinderen. En die besluiten dan opeens van: hey, fuck it. Wij gaan OnlyFans doen. Ze hebben kinderen samen. En die kinderen zitten gewoon op de middelbare school. Als jij op de middelbare school op 3 HAVO, 4 HAVO loopt. En mensen die kunnen voor 5 euro per maand. Kunnen jouw ouders naakt een beetje met elkaar zien spelen. Denk je dan dat die mensen dan sowieso hebben bij zichzelf? Ja, precies voor die kinderen, want die gaan daar sowieso later mee gepest worden. Dan word je gepest. Vond je het leuk, deze opname? Ontzettend. Ja? Ja. Gaan we het nog een keer doen? Nee. Nee? Oké. Okay. Vond je Emily leuk? Godverdomme. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja. Duimpje omhoog. 300.000 abonnees, ga ik mijn haar blond verven. Blond. Nee, maar echt wit. Rood. Wit. Rood. Mensen, bedankt voor het kijken. Zie je bij de volgende video. Ciao. Doei.